Hallo mensen, ik ga een nieuwe YouTube kanaal beginnen. Ja. Jongens, welkom terug bij een nieuwe video van Far Cry 3. Het is vandaag vrijdag 5 juni 2020. 10:30 'smiddags en we gaan vandaag gelijk verder met Far Cry 3. Ik weet niet wat de intro was. Kamp moord, overlever, dikke Jolon de Anus. Wat? We gaan verder mensen. Ik weet niet wat de intro was. Vragen me niet de nieuwtjes. Naruto Shippuden ben ik bij episode 38 als het goed is. Al bij 2 chapter Orochimaru, fucking Snake, a bitch. Vechten tegen Naruto, Four Tails, fucking anime terms, fucking... Wat lul ik. Verder is mensen. Huh? Heb ik dat convoy onderschept? Dat wist ik niet. Huh? Heb ik dat convoy onderschept? Dat wist ik niet. Heb ik dat gedaan? Huh? Hallo mensen? Ben ik nou een debiel? Ik heb toch geen convoy onderschept? Wat? Dat zijn allemaal wagens achter elkaar. Dat heb ik toch niet gedaan voor Oliver? Huh? Hallo? Maar in ieder geval mensen, 24 live another day ben ik bij episode 11 als het goed is. Dus nog 2 episodes te gaan. Chang is terug met zijn motherfucking bitches Chinese mensen. Niks zegt Chinese, alleen hun zijn zo irritant in die serie. Gewoon die characters. Vooral die Chang, die motherfucker, de bio. Echt waar, what the fuck. En verder als mensen, Jopje, doe mijn Game Survive Island. Ben ik nog steeds bij dag 232, maar... wat had ik gedaan vorige aflevering dan? Mensen, ben ik nou zo'n debiel of... Ik kan me niet herinneren dat we een convoy hebben geholpen. Of wel? Ik ga even kijken naar mijn missies. Als het goed is kan ik dat zien, dacht ik. Hallo? Hallo? Oh, nu... Dat wordt mijn volgende missie. Oh, ik dacht al, what the fuck? In ieder geval, we gaan Olivier Eitje en... Ik noem mijn eitje, dat is een kleine reference. En die zullen jullie niet begrijpen, of misschien wel. Maar in ieder geval, we gaan lekker eitje redden. Dat is een vriend van ons blijkbaar. En... Holy tering, we zijn er! Wat? The pirates are moving Oliver to a chopper there. I've got to get a vantage point before that exchange happens. Hey. Good beest, jullie gaan niet van me wegrennen, bitches. Waar zijn jullie? Wat zijn dit voor beesten? Die, die, die. Of wat moet ik doen? Bitch. Wat moet ik doen? Hallo? Oh, kut. Oh, kutzooi. Ik moet daarin in een timer. Dit ga ik nooit meer redden. What the fuck ben ik aan het doen? Mensen, ik moest heen gaan in een time en dat had ik niet door, maar ik zat gewoon met dingetjes te kutten met kameraden, verraden of zo. Die beesten net en nu moet ik gewoon crossen. Ik weet niet of we het gaan halen, ik denk het wel. Ga naar weg uit, jammer. Ik wou hem eigenlijk doodrijden mee, weet je. Dan rijden jullie wel dood. Kut beesten, oprotten. Waarom doe ik dat geen dierenmishandeling in Far Cry 3? Kan gebeuren, weet je, kan gebeuren. Oké, hallo jongens, ik ben er! Ik ben er! Hallo jongens. Ga naar het uitkwijtpunt. Ik ben er! Fuck jou! Wat doe ik hier? That ledge looks perfect. Oké, let's go. Oh, hier krijg ik een fucking geile sniper. Holy tieten mensen. Hier krijg ik een 50 cal sniper. En dat is, ja. Where's Oliver? Oliver, eitje! Wat zit u bereid voor plaats, mensen? Maar in ieder geval, ik heb een beetje buikpijn, een beetje misselijk. En ik ben alleen thuis als het goed is, want iedereen is naar school en zo. En ik heb natuurlijk geen school. Ik ben gisteren trouwens niet gebeld. Mijn mentor dacht van, ja, fuck jou en je anus, ik ga lekker niet bellen. Je moet zelf maar uitzoeken. Ik weet al lang dat ik geslaagd ben, want ik... Weet je, als je examens maakt, kun je gewoon van, oh my god, ik weet de resultaten nog niet. Maar nu kijk je gewoon op je cijferlijst en dan zie je, oh, ik ben gewoon dik hard geslaagd. There he is. Oh my god, daar is hij. En wat nu? Wie komt er uit die chopper? Is dat Waas of zo'n baas? Opbergen, wat kan ik nu? Ik kan hem niet opbergen, dus wat moet ik nu doen? Want straks killen ze hem. Him alone, assholes.
Wat willen ze met hem doen? Wat de fuck zijn ze aan het doen, man, die mensen? Ja, wat moet ik nu doen? Ik kan toch gewoon schieten nu? Holy tering, epilepsie. Wat moet ik nu doen? Ja, eindelijk. Can't let them put Ollie in the chopper. Nee, mensen. Run, dat gaan we Ollie, niet doen. On. Run, Ollie. Nee. Bitches. Holy shit, mensen. Dit is dus een fictie kill. Maar ja, weet je, dan moet je wel je schoten raken. Holy tieten, dit is episch. Ik ben een debiel. Wat doe ik? Hopelijk krijg ik dit wapen na. Spoiler krijg je niet. Kijk, je kan hem gewoon als goed door de dood. Let's go, headshot. Je hoort gewoon de kracht van het wapen. Waarom schiet ik de hele tijd van tevoren? Ik ben Fortnite gewend. Fucking tieten, ik kan dit niet stoppen. Ik ben echt Fortnite gewend. Oké, okay. Mensen, ik ben slecht met de snipe, jongen. Alsjeblieft. Dood. Mensen, ik ben echt ruk met de sniper. Dat hebben jullie wel door. En ze zijn toch dood? Ollie, wat de fuck doe je? Hoe kom jij aan een wapen? Wat de fuck? Waar schiet... Oh, daar ook. Yes, nu heb ik hem eindelijk. Nee, heb ik niet, heb ik niet. Ik wil dit wapen echt zo graag, hè. Bijna twee achter elkaar. Het is een wapen waarbij je gewoon twee mensen achter elkaar... Waarom ben ik zo shit met snipen? Mag ik dat weten, mensen? Wat? Ik raak hem toch door die fucking kartonnen boos, maar... Mensen! Ik ben shit. Ik ben fucking shit en ik verdien het niet om te snipen. Dood jij. Mensen, jullie zien nu, ik ben tieten slecht met snipen. Ik verdien het niet om te snipen. Ik ben gewoon garbage. Maar we proberen ons best. We hebben unlimited ammo. En ja, 24 is gewoon nog steeds fucking leuk. Jij gaat een keer dood, man. Maak de weg vrij zodat Oliver de boot kan bereiken. Wat gaat hij dan op de boot doen? Hé, wat fuck doe jij daar? In je lul, bitch. Dat doet echt pijn met een 50 cal in je lul, hoor. Dat wil je niet meemaken. Wie is er nog over? Mensen. Yes, hij is dood, of niet? Waar is hij? Oh, daarom. Nu is hij wel dood, bitch. Oliver. Eitje, op wie schiet jij? Hallo? Ik zie niet waar ze zijn. Oh, daar ook. Fuck, Oliver was bijna dood. Gelukkig regent hij een beetje. Net zoals in Minecraft. Gewoon lekker eten en dan regenen. Lekker bezig, Oliver. Je hebt plot armor aan. Ik moet echt verder gaan met Minecraft Survival Elements. Het spijt me dat ik zo'n debiel ben. Alleen ik doe het gewoon niet. Dood. Jij gaat dood. We rennen ook gewoon nog steeds in het open. Oh, beweeg niet zoveel. Oh, steal the boat. What the fuck deden? Schoot hun daar nou zelf op? Pleegt ze nou zelfmoord? What the fuck gebeurt er met mij dan? Hier. Tering, hallo. Dood. Ja, get in, let's go. Oliver, mag ik de boot in? Ingedrukt, interactie, interactie, Oliver. Thanks for saving me. Hey, nice tats, man. Tats, what the fuck, deze guy is gewoon zo chill. Deze eitje is echt fucking chill. Gewoon ja, bedankt voor het saven. Let's go, boys! Keep the boat straight. Let's go! Faster. Sprayen, boys! Ik ben controller player! Woo. Ik heb Fortnite aim assist! Holy tieten, boys! We moeten nu de boot beschermen. Het is precies hetzelfde met Lisa, maar dan met de boot. En behalve het feit dat Olly dit gewoon vet vindt. Waarom staan daar explosieven? Dat vraag me echt af. Dood, jongens, kom op. Wat roep je nou, boot? We need a bigger boat. Wat een kutreference. Dood, 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 dood. Ik heb Jaws trouwens gezien. Fucking heeft ze film alleen. De vervolg heb ik nog niet gezien trouwens. Misschien moet ik die wel gaan kijken. Shoot them. Hey, boys. Kom op, man. Dat is echt heel lastig aimen. Nice, ik heb er eentje. Holy tering. We zijn nu al 10 minuten bezig. Dat gaat echt hard, mensen. Ik ga echt hard. Voordat ben ik 250. Ik ga zo op 260 raken. Ik heb al gisteren... Ik stop er een beetje. Ik heb gisteren al gezegd dat... het seizoen verlengd wordt.
En ja, kom op, Oliver, doe eens iets, man. Helicopter. A chopper? Yes! Fucking kidding me. Jongen, deze Jason houdt echt van zijn leven. Yes! Going down, going down, going down. Dood, 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 dood. Genezen, genezen. Get out of here, bitches. Dood. Dood, dood, dood. Hoe de fuck leeft deze daar nog? Maar ik ben dus een heel hoog level. Ik ga 260 worden. Ik ga Golden Sky unlocken en ik ga gewoon gezellig leven. And they're putting the screws to my dad. Holy shit. He's about to give them a ton of money. Ollie, you would have been sold right into slavery afterward, even if he'd paid. Wow. Shit. Wow. Man, this is some heavy shit, man. Hij heeft een petje. I know you, een cap. Ollie. Kom op, Ollie. You're stronger than you think. Ja, inderdaad, je bent een strijder. Net zat hij nog gewoon te blaren van yes, fuck yeah, helemaal blij. In plaats van Lisa die helemaal dacht van what the fuck is dit, wat is er mis met je, waarom doe je zo kalm, Jason? Olly denkt gewoon, ja, dik heerlijk, ga gewoon met de flow. Ja, gewaasing, totaal, jungle, fucking neuken, wat? Pap, doden. Ik weet niet waarom deze woorden hier staan, mensen, maar het is fucking raar. Het gaat over ons, denk ik. Hey, strijders, Olly. Hey, niet die hand daar houden. Dat is mijn vriendin. Hij houdt er gewoon bij de reet. Hallo, dat zag ik wel, Olly. Doe even normaal. Oh. Hey. Wat, Olly? What the fuck? Hij is zo stoner. Holy shit. Oh my god. Zwang. Wauw, iedereen gaat de kaartjes laten zien, wauw. I'm building across for Grant. Oh my god. Thanks. Nu doet Jason weer normaal terwijl hij net aan het blaren was. Volgens mij hoor ik mijn PlayStation gek gaan mensen, ook is het wel kouder. Oh. I need to find Riley. If anything happens to that kid. I miss you. Oh. Okay, and you're carrying all these weapons and you have all these weird tattoos. Oh shit. I'm not saying you shouldn't go rescue them. I'm just... Nee, ik ben prima. Ik wil gewoon... Ja. Jason heeft echt zijn ding gevonden of zo. Ja. Steve. Oh. Inderdaad. Wat ga je over je exes praten, man? Ik wil gewoon chillen. Oh. Oh my god. Ze is wel een lieve vriendin hoor, alleen Jason zegt gewoon fuck, ik wil gewoon schieten. Ik wil gewoon knallen met mijn controller. Damn, rustig aan Lisa. Ook met de Z, wat is dat nou weer? Dat is een beetje raar. Ik vind het wel lief dat ze zo'n kruis aan het bouwen is, ja. Jason denkt daar nu al niet meer aan, hij zit gewoon te chasen, blij te zijn. Ah boys, wat zijn jullie hier aan het doen? Interactie, ik wil interactie, hallo. Oh, we hebben Oliver. Wow, oké. Okay. Inderdaad, het gaat lekker hoor. Just needs a little more love, but we're almost done. Zij is de techneut thanks of zo. Taking the reins. Reins. Waar is Oliver dan? Zoals ze zit uit te smoke of zo. En de man of the stoner. Hey, dat is van een liedje. Oh. You won first place at that swimming championship this year, right? Oké, okay, yeah. Strijden. 400 meter. Lekker, je what kan lekker it zwemmen. Feel like ja. Winning. Not afterward on the podium, but in the water when you hit the pad. Ah, YOLO. Ja, goed. Like I was really present. Like the whole world was me. I feel you. Nee. What? You know, okay. I never thought I'd be able to kill someone. Oh. The first time it felt wrong. Which is good, right? Ja, what the hell? And nu? Oh, YOLO, schieten! Oh. Are you okay? Zij denkt echt, wat de fuck is er mis met je? Ja. Yeah. Gaat lekker, alleen ik wil gewoon mensen killen. Doei. Zij denkt nu echt, oké, what the fuck, deze guy is helemaal gek. Sorry, chickie, ik bedoelde het niet zo. Ik wil niet winnen, alleen ik wil jou winnen. Wat? Grapje. Waar is die Olly? Ik wil Olly zoeken, eitje. Waar is die guy? Waar is die? Deel van het verleden. Voor interactie. Eat me, wat is dit? Hé, wat doe ik? Wat doe ik? Nee, niet doen, niet doen, niet doen. Dat was een grapje. Ik wist niet wat ik deed. Oh, fuck.
Ik wist niet wat ik deed. Ik dacht eerst van dit is een soort van ding voor Grant of zo. Onze broer die dood is gaan bij het begin. En nu ineens neem ik drugs in, man. Het gaat heel heftig, ja. Het gaat heel hard. Het gaat heel hard in het leven. Let's go, boys. Party, yo! Turns out it was a cow that had stepped on a fucking landmine. Wat is dit? Where was Colby then? Hallo, daar is Grant. Wie is die gast aan de linkerkant? Die ken ik niet. Is dat onze broer? Wow. Holy. Wat doet deze guy? Hey, are you grabbing a beer? Grab a beer. Bitch, I'm not buying. Bitch, ass. Baby, give him some money. Baby. All right, I'll give him some money. Give me some money. All right, all right. Yes. How much money? I have tons of money. There you go. Anybody else want money? Dit heb ik... Wat een verlaten grot. Wat de hel? Ik heb dit nog nooit gezien, mensen. Dit is fucking episch. We zijn in de club. Oh. Mensen, mag dit op YouTube? Kunnen jullie me dat uitleggen of dit op YouTube mag? Vast wel toch. Niemand heeft toch probleem mee, mensen. Jij ook niet, Lisa? Lisa, mijn vriendin. In de game. We gaan verder. Hier staat ze ook. Wat is dit? Waarom staat ze naast de bar? Geef hem maar een drankje. Let's go. What's the drink here in Bangkok? Bangkok. The Mai Tai. Ja, give me. Let's do Sambuca shots. 5, 6, 7. 7? Girlfriend troubles? What? Oh, told you? You know, what? Jason, Lisa is a keeper. Oh my god. Shots. Wow. Right, dus we hebben vriendinnen met onze... vriendin, wauw. Alright, hang on. Hey, hang baby. On. Watch it, don't spill it. Hey, rustig. Orly, hier is dit te drinken hier. Dan mag ik gewoon naar huis. Oké, doe het. Oh shit. Naar Fortnite in. Ja. Where is that motherfucker? To my father's black card, to my black card. Hey, black card, ik weet niet wat dat betekent. Waarschijnlijk creditcard of zo. Geld nog, plun, lijken verkoopt uit buiten. Dit is fucking episch, mensen. Dit heb ik nog nooit ervaren. We zitten in de club. Deze aflevering wordt clubby bezoeken. Let's go. Oh, we zijn weer in de grot. Nou. Eigenlijk stond de verlaten grot, maar ik dacht gewoon YOLO. Ik ga gewoon drinken bestellen. YOLO. 1 limonade, 1 fristie. Nee, gewoon drank. Keiharde drank. Dronken worden je breincellen vernietigen. Waar de fuck ben ik? Mag ik dat weten? Hallo? Ik wou die Ollie zoeken. Wat de hel doe ik hier al? Heeft hij... Hallo? Wat was dat? Oh, daar is die guy! Ollie! Strijder, ik ben er! Wat ben je aan het doen? Steentjes gooien. Interactie. Hallo, Ollie. Met Lisa kan ik niet meer interactie krijgen. Thanks for the protection, Hey, let's go. Hij is gewoon blij. Hij zit gewoon te chillen. Let's go. Boxjes. Alles. Now, if you'll excuse me, I have a... Maar wie was die andere guy dan? Want we hadden Riley, maar dat was niet die guy met die bril op. Dus wie de fuck is dat? Was dat bij het begin gementiond? Want volgens mij hebben we alleen nog Riley te redden. En geen andere guy. Wat ga je nu doen? Ik weet nog wel dat ik de eerste keer dat dit speelde, toen moest ik een motorblok halen of zo. Wat we ook moesten doen. Alleen toen was er een beer hier. Volgens mij... Of dat was hierop bij dit stuk. Ik ga even kijken of ik een beer kan vinden. Waarom? Ja, dat weet ik niet. Gewoon leuk. Verder zit er niks in het water. Nee, ik ga niet de grot verlaten, bitch. Deel van het verleden? Nee, mooi niet. Ik ga gewoon chillen hiero. Kom op, zwemmen. Kan ik hier opkomen? Ik wil hier op, mensen. Ik wil hier op. Ah, dat mag dus blijkbaar niet. Dan flik je erop, bitch. Ik wil op de stenen, maar dat mag niet. Ik wil die beer zoeken, die bitches. Die heeft me gekild, die heeft me pijn gedaan. Maar dat kan dus blijkbaar niet. Wauw, dat is echt lame. Ik ga dit even plunderen als je het niet erg vond. Speelkaart hier. Oké, wat heb ik daar? Nee, hierheen moet ik heen, hierheen. Ik ga hierheen. Ah, dat doet pijn. Er zit altijd bij zwembadjes van, ja, 1 meter, 2 meter 30. Maar je mag niet duiken. Of 5 meter 10. Niet duiken, want het is zo'n diep. Dat is wel echt fucked up als je gaat duiken en dan stoot de fucking ergens op. Dat is wel echt gevaarlijk. Dus ja, wel goed dat die bordjes er staan. Maar wat doe ik hier?
Wat ben ik aan het doen? Ik ga hierop klimmen. Klim. Yes, daar gaan we. Mensen, ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ik ben gewoon parcours in de grot en ik ben gewoon lekker aan het chillen. What the fuck doe ik hier, oh? Holy shit, wat zijn we hier aan het doen? Even serieus. Waar gaan we heen allemaal? Kut, zijn we nu bij het andere gedeelte bij die beer? Volgens mij wel. Ik vraag me af of die beer er nu echt is. Of het gewoon een random spawn was. Hallo? Ik ben bang dat hij dus wel een beer is. Shit. Ik ben nu een beetje bang. Beer? Hoe zet ik mijn flashlight aan? Wat de hel? Holy shit, bedankt. We hebben een reliquie. Spin 1. Oké. Mag ik gewoon naar huis, jongen. Waar is die beer? Ik weet zeker dat hij een beer was. Tyfusbeer. Ben je te pussy of zo? Doe niet pussy als je tijger als je pussy bent, bitch. Kan ik hier overheen? Oh. Oké, mensen, genoeg gekut. Ik ga nu even uit de cave en dan ga ik de video beëindigen, denk ik. Ja, het is al 20 minuten. Holy shit, dat gaat echt snel, mensen. Tijd gaat snel als je plezier hebt. Vanmiddag nog even lekker Fortnite spelen. Grinden voor die Golden Sky. En ja, gewoon lekker potjes winnen. Deze aflevering hebben we dus Oliver gered. We hebben gepraat met onze vriendin. We zijn in de club geweest. Het belangrijkste van de video. Nadat we drugs hebben genomen, zijn we in de club geweest. Zij zitten kruis te maken, maar we denken, ja, fuck jou. We hebben gepraat. Ja, bedankt, bitch. Ik ga toch gewoon. Nee, dat moet ik niet zeggen. En het is best wel fucked up. Het is echt een hele transactie van Jason, ja. Hoofdpersonage natuurlijk. Van dat hij echt helemaal crazy wordt door dit eiland. Ik zag likken, winnen, jagen, spel, doden. Ja, het beschrijft mijn leven goed in deze game, ja. Moet eerlijk zijn. Willis, is dat je? Hallo, Willy. I zeroed in on your friend Keith Ramsey. Oh, maar dit gaan we de volgende aflevering waarschijnlijk weer horen. Dus bedankt voor het kijken van deze video, mensen. Als je het een leuke video vond, laat dan een blad op je mogen achter. Abonneer het kanaal naar beneden. Comment het kanaal naar beneden. En wat? Jason. Je bent helemaal... Buck. Buck is een van de meest fucked up personages in deze game. Ga ik nu al zeggen. Onze vriend Keith, dat is waarschijnlijk degene met de bril op in de club. En die gaat fucked up worden, mensen. Jullie zien het volgende keer, maar het gaat echt zielig worden. Mijn eindpraatje heb ik al gedaan. Nieuwtjes heb ik verteld. Ik moet echt nog steeds verder met Survive Island. Lekker vrijdag vanavond. Lekker lekkers krijgen. Nog steeds gaan Outlast Insane van Whistleblower. Ik ben echt een debiel. Moet ik echt gewoon gaan doen. Maar ik doe het maar niet, weet je. De normale Outlast was ik zo hyped om het te doen. Alleen Whistleblower vind ik gewoon veel minder leuk als ik eerlijk ben, ja. Mag toch gewoon eerlijk zijn, mensen. En ik ben dus niet gebeld, omdat ze dachten waarschijnlijk wel... Fuck jou, weet je. Hij is toch geslaagd, de solo. Ik weet niet wat het is. Maar in ieder geval, mensen. Bedankt voor het kijken van deze video. We zijn in de club geweest. Ja, ik wist geen eens dat het kon, eerlijk gezegd. Alleen dat is de beste achievement ooit. Hopelijk word ik niet van YouTube afgeflikkerd door die strippers, maar weet je. Komt wel goed. YouTube denkt ook van ja, weet je. Je moet toch meer kijkers trekken, hè. Hoppa. Maar daarvan kijk van deze video, mensen. Later.